We hebben onze leden geïnformeerd omtrent die 2.500 welke de regering gaat bieden aan alle ambtenaren. En dat wij ook vanuit de KBS een toelage hebben kunnen bewerkstelligen, weliswaar een eenmalige, voor alle brandweerambtenaren. Als het gaat om die 2.500, zijn de brandweerlieden content ermee? Nou, naar een gedegen uitleg zijn ze wel content ermee, ja. Je moet weten dat wij een vervolggesprekken zullen hebben voor het natraject na november, wat er dus gaat gebeuren. En wij starten volgende week weer met de clusterministerteam en dan gaan we weer aan tafel zitten samen met alle andere bonden. En u gaf ook aan dat er een eenmalige toelageuitkering is geweest? Ja, het is een compensatie op de kleding voor het brandweerpersoneel. En wilt u misschien aangeven hoeveel dat was en als dat het bedrag was waarop jullie rekenden? Het is een bedrag van 8.700 dat elke brandweerambtenaar zou krijgen. En als het gaat om de sfeer binnen de ALV, hoe is het zelf geweest? Nou, om een leden goed gestemd te krijgen, zou je toch wel met iets moeten komen. Naar de ALV. En dat hebben we gedaan. Dus de gemoederen waren gerust. Ze zijn tevreden tot nu toe. En we mogen verder gaan met het goede werk dat we doen. En er was ook een kwestie met betrekking tot een rechtszaak. Wat is de update daarvan? Nou, de rechtszaak is al voorgegaan. Van onze advocaat hebben we vernomen dat de rechter heeft beslist. En het is nadelig uitgevallen van de vorige voorzitter. Dus onze voordeel is gevallen. Dus dat wij dan de rechtmatige bestuursleden zijn, waarbij ik dan de rechtmatige voorzitter ben. Okay. Echter moeten we dan het vonnis nog op papier krijgen om te kijken wat er precies in staat. En wie had de zaak aanhangig gemaakt? De laatste hebben wij aanhangig gemaakt tegen meneer Sidor. En nu blijkt dat u de rechtmatige voorzitter bent? Ja, dat heeft de rechter beslist. De heer Atompaye heeft recentelijk aangegeven, hij is de voorzitter van de politiebond, dat een aanzienlijk deel van de vakbondsleiders de leden verkopen. Hoe kijkt u hiernaar? Nou, dan moet u dan meneer Atompaye vragen hoor. Want naar mij is wat mij betreft, mijn persoonlijke zaken betreft. Ik vecht voor de leden. Kijk, als je wordt uitgenodigd om gesprekken te voeren met de regering, dan heb je twee zaken. Je kan zeggen, je doet niet mee. Of je zegt, je doet mee en je hebt je inbreng daar. En wij hebben gekozen voor het tweede. We hebben onze inbreng. En het is niet zo dat de regering zaken aan ons hebben gegeven. Want de regering had een ander bod. En aan tafel hebben we dat dan van de tafel geveegd. En we hebben dan aangegeven wat wij wilden hebben. En dat is gewoon een rit geworden. En dat hebben we getekend. En ik begrijp ook dat er veiligheidsbonden zijn in een cluster. Hoe is de sfeer daar? Er zijn vier poten in de veiligheidsbonden. Maar als meneer Atompaye aangeeft dat hij dus apart zijn zaken gaat doen, dan zo be it. We gaan niemand tegenhouden. Toch? Wij praten nog steeds verder. En waar ik praat over wij, dat is het KBS, KPA en de BBS. Wij gaan gewoon verder. Dus wat ik nu begrijp, is dat de heer Atompaye namens de politie een ander pad volgt. En de andere drie bonden zijn eigenlijk nog steeds op één lijn. Klopt. Nou, zo is het. Maar zorgt dat niet voor een soort tweestrijd dat de regering misbruik kan maken van zo'n situatie? Anders zouden ze dat al hebben gedaan, maar dat doen ze niet. De kracht van onderhandelingen ligt bij de leden. En als de ALV iets beslist, dan ga je toch daarvoor vechten.